Hallo kijkers van Shine Sprite, ook mijn gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 10 van de Eredivisie, even uit mijn hoofd. Speelronde 9 was het volgens mij. Eerst natuurlijk de Europese wedstrijden. Lens tegen PSV werd 1-1. Feyenoord won met 3-1 van Lazio. AZ verloor dik met 1-4 van Aston Villa. En Brighton Ajax werd 2-0. De speelronde 9 dus van de Eredivisie was als volgt. Vitesse speelde 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. Heerenveen Heracles werd 3-0. Almere speelde weer raakte weer geen verlies. Dus die hebben weer een punt te pakken. 0-0 tegen Go Ahead Eagles. Sparta won met 2-0 van RKC. Fortuna Utrecht werd 0-0. FC Twente tegen Feyenoord werd 2-1. Volendam won met 3-1 van Excelsior. PSV won met 5-2 van Ajax en AZ. NEC werd gestaakt in de blessuretijd vanwege een medisch ongeval. En dat stond 1-2 en ik denk dat het daar ook wel op gaat eindigen. Want ik denk niet dat ze die 2 minuten nog door gaan spelen. Op dit moment is dit de stand. PSV dik bovenaan, die hebben alles nog gewonnen. Ze staan op 30 punten. AZ staat tweede met een wedstrijd minder gespeeld. Maar dat zal wel gewoon zo blijven. 25 punten, net als Twente 25 punten. Feyenoord staat vierde met 23 punten. Dan komt Go Ahead Eagles en Sparta met 15 punten. Excelsior op de 7e plaats met 13 punten. Dan komt Heracles op de 8e plaats met 12 punten. PEC Zwolle staat 9e met 11 punten. Heerenveen en Fortuna met 10 punten. NEC 9, maar waarschijnlijk 12 punten. RKC en Almere 9 punten. Vitesse op de 15e plaats met 8 punten. Volendam met een wedstrijd minder gespeeld op de 16e plaats met 7 punten. Utrecht staat 17e met 7 punten. En Ajax staat onderaan. Maak er even een foto van. Geniet ervan. Hang het boven je bed. Staat onderaan met 5 punten. Wel 2 wedstrijden minder gespeeld. Dan is dit de stand van de voorspellers. Luc staat weer of nog steeds bovenaan met 93 punten. Dan kom ik zelf met 89 punten. Sven staat derde met 85 punten. Dan komt Thomas op de 4e plaats met 83 punten. Mikey staat 5e met 82 punten. Stan op de 6e plaats met 81 punten. En Amersfoort, Power en Thijs delen de 7e plaats met 78 punten. We hebben een nieuwkomer deze keer. Dat was Pianda Pianda. Die is voor PSV en die heeft 9 punten gehaald deze week. Leuk dat je meedoet. En Massimo is weekwinnaar geworden. Gefeliciteerd. Dan gaan we KNVB-bekerwedstrijden voorspellen. Ik heb weer 9 wedstrijden voorspeld waarvan ik dacht van, nou, dat is voor de voorspellers de interessantste wedstrijden. Misschien niet altijd op papier, maar wel voor degene die allemaal voorspellen. Dus vandaar. De Graafschap tegen FC Emmen. Heerenveen tegen VVV. FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. IJsselmeervogels Sparta. Rijnburgse Boys tegen FC Groningen. FC Den Bosch ontvangt Excelsior. Cambuur neemt het thuis op tegen MVV. SJC tegen Willem II en NEC tegen Roda JC. En dan hebben we nog een inhaalwedstrijd, namelijk Ajax tegen Volendam voor de Eredivisie. En natuurlijk, ik wou zeggen speelronde 10 van de Eredivisie, alleen dat ging niet helemaal goed. Maar we doen gewoon live editing, doen wij gewoon. Dit is speelronde 10 van de Eredivisie. Heracles ontvangt PSV, Excelsior tegen AZ. RKC ontvangt Feyenoord, Go Ahead Eagles thuis tegen Vitesse. FC Utrecht ontvangt FC Twente. NEC moet thuis in de Goffert tegen FC Volendam. PEC Zwolle ontvangt Fortuna Sittard. Ajax thuis tegen Heerenveen. En Sparta ontvangt Almere City. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer. Adios, amigos.